De tip van de week is wat te doen als je hond tegen je aanspringt. Hoe vaak krijg je niet het advies van joh, draai je om, loop weg, negeer dat hij springt. Voor mij iets heel bekends wat ik van veel cliënten hoor. Maar wat denk je dat je hond op dat moment leert? Ik ga het je uitleggen. We hebben allemaal te maken met persoonlijke zones. Ik heb ze in mijn boek ondergedeeld in 4. Intieme zone, persoonlijke zone, sociale zone en publieke zone. Deze zones staan ieder voor zich ergens voor. Wanneer jouw hond tegen je aanspringt, komt hij in jouw intieme zone. En er is niks belangrijkers dan je intieme zone zelf te waarborgen. Je kan het op één manier doen. Ik demonstreer het even aan de hand van mijn riem. Het is iets makkelijker om te zien wat ik bedoel. Dit is je intieme zone. Wanneer jouw hond dus tegen jou aanspringt en jij loopt weg of draait je om, zeg je eigenlijk, wil je mijn ruimte ook nog? Krijg je dat er ook nog bij. Je hebt dus zelf geen respect voor je intieme zone en je hond zal dat ook niet hebben op die manier. Dus wat je doet, je hond springt tegen je aan, dan stap je naar voren. Wanneer die daar niet goed op reageert of niet voldoende op reageert, stap je nog een keer naar voren. Net zolang tot je hond begrijpt dat hij beter de andere kant op kan gaan en respect kan hebben voor jou. Dus stap naar voren net zolang dat hij zich omdraait of dat hij beleefd voor jou gaat zitten. Op dat moment ga je weer terug, precies op de plek waar jij je net bevond. Als je dit een paar keer doet, misschien zo'n 3 keer achter elkaar, weet ik zeker dat jouw hond echt respect voor je zal hebben, dat het leiderschap van jouzelf beter zal worden en dat hij beleefd met je om zal gaan. Heel veel succes! Als je dit doet, gaat het echt lukken. Zet hem op!